Hallo kijkers, vandaag is het weer de dag dat België en Nederland weer tegen elkaar moeten strijden. De strijd door lage landen. Ja, ik ben heel benieuwd wie deze wedstrijd gaat winnen. Ik doe nu al even mijn voorspelling op FIFA. Het is een wedstrijd voor de Nations League. De meeste mensen vinden de Nations League niet echt interessant. Maar een wedstrijd tussen Nederland en België is wel altijd wel elke keer weer interessant om te zien. Nederland mag beginnen. Oranje tegen de Rode Duivels. En eerste kans. En Courtois pakt hem. Courtois heeft een paar dagen geleden een heel erg goede wedstrijd gekiept voor Real Madrid. Hopelijk zal hij nu ook goed keepen. En daar is Nederland en weer een kans. En gaan ze scoren? Nee, Courtois redt hem weer. Een afstandsschot en de redding. Gaan Nederland er nu voor zetten? Nee. Van Aken nog steeds aan bal. En doen ze hier iets mee? Nee, ze doen er niks mee. Dumfries. En de goal misschien? Nee. Lukaku nog steeds. Oh, de goal! Ja, ik had niet verwacht dat hij nog even zou scoren. En mooie salto's. Hier nog een herhaling. Keeper het dak nog naar een goede plek, maar kan er net niet bij. De balbezit is wel voor Nederland. Hier in Nederland bij een kans om een doelpunt te maken, gaan ze het scoren. En Courtois redt hem weer. Hij keept weer een hele goede wedstrijd. Nederland krijgt hier wel een hoekschop door. En hier uit deze hoekschop kunnen ze misschien ook scoren. Gaan we zo gaan rusten, zeker. Nog één kans voor Nederland hier. En ze scoren! Oké, het is 1-1. Het is wel een heel spannende wedstrijd. Dumfries met de goal. Vlak voor rust. En het is wel heel erg zuur voor de Belgen. Mooie aanval van Nederland. Zo, dit was al de eerste helft. Een heel erg leuke eerste helft hebben we net gezien. Dus hopelijk is de tweede helft ook net zo leuk. En Nederland kan het misschien nu afmaken. Gaan ze snel. Oh, mooie pas. Van Aken. En goede redding. Hier is Dumfries. Hij heeft al eerder gescoord. Maar nu gaat hij een voorzet geven. En die goede voorzet komt niet aan. Oeh, Nederland heeft nu wel heel gevaarlijk. Gaan ze scoren? Ze scoren. Oh, ik dacht dat ze zouden scoren, maar dat doen ze niet. Volgens mij is het Berghuis. Ja, je hebt twee spelers. Je hebt Berghuis en Bergwijn. En ik haal die namen steeds door elkaar. Een wissel voor de Belgen, de Donker gaat erop komen. En Nederland doet ook een wissel. Wijnaldum komt erop. Hier hebben we Hazard, die bijna geen enkele wedstrijd heeft gespeeld dit seizoen. Ik denk dat we eindigen met een gelijkspel, tenzij er nog iemand in de laatste minuut gaat scoren. En misschien gaan Nederland nu scoren, want nu gaan zij in de aanval. Hier hebben we Depay. Het gevaar is ermee geneutraliseerd. Nu De Bruyne. En Lukaku met winnende goal misschien? Nee. En we gaan zo waarschijnlijk. Ja, het is afgelopen. 1-1 gelijkspel. Dan misschien het echt ook misschien wel 1-1 gaan worden. Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. Zet even je voorspelling in de reacties. En dan ja, zie ik je weer terug in de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en doei.